Welkom bij een nieuwe video, jongens. Vandaag gaan we niet op baars vissen, niet op snoekbaars vissen, niet op snoek vissen. Want het water is hard, zoals je ziet. Knetterhard. En we zijn ook op een plek die jullie misschien kennen van eerdere video's, van een paar jaar terug. We zijn bij de Ronde Bleek. De Ronde Bleek is eigenlijk een soort van forellenput. Grote diep, 5 à 13 meter diep, met hele grote forellen erin. En we gaan hier vandaag ijsvissen. Dus voor PB Nick Nieuws, die heeft dit dan een keer eerder gedaan op deze plek. Tim en ik hebben het nog nooit gedaan, dus super leuk. Het ijs is net niet dik genoeg om op te staan, dus we gaan vanaf de vlotte gaan we een wak maken en vanuit dat wak gaan we vissen. Dus ik ben super benieuwd wat we allemaal gaan meemaken vandaag. Kijk, in die mooie ijsvisfilmpjes in Amerika en Zweden en zo hebben ze al van die fancy ijsboeren. Maar ja, één keer in de 10 jaar dat wij kunnen, doen wij het iets anders. Kom op, pak het. Ja. Oh, hij zit er nog wel. Oh, hij komt weer kijken meteen. Weer, ik voelde weer wat. Ja. Ja, hij zit er. Volgens mij heb ik iets kleins. Of toch niet? Oh, dat is wel forel. Ah, dat is koud. Nou jongens, de eerste. Heel klein forelletje. Nou ja, heel klein. Het is een hele mooie forel, maar voor hier is het niet groot. Laten we het daarop houden. Ja, maar hij moet snel terug. Ik ga hem meteen terugzetten. Toef. Yes. Super nice. Let's get him. Hoe zit jouw aas? Je hebt gewoon één tek. Het voelt niet eens een forel. Oh ja, toch wel. Hij is kwot. Een koude forel. Het is echt zo kut drillen met die kleine hengeltjes. Die lachen hier. Daar komt ie. Mooi vis. Veel te wild, joh, de beest. Knalt echt alle kanten uit. Komt ie. Mooie vis, hoor. Nee! Ik heb hem. Mooie, mooie forel. Hoe vet is dit, hé? Ijsvissen op forel. Hé, hoe vet wil je het hebben, jongens? Hé, maar het is koud, dus we doen hem lekker snel terug. Even vasthouden en dan mag hij weer. Nice hack. Yes! Ik ben af. Wat is dit? Hij rolt zich helemaal op. Praat eens hé. Wat moet ik zeggen? Ik heb nog niks. Ik heb wel de mooiste muts, dat is wel belangrijk. Maar gaat niet zo goed? Dat is... Ik weet niet, dit is toch... Dit is de plek waar Willem die vissen ving. En daar komt op een of andere manier toch de meeste actie uit. En daar zien we veel minder vis. Dus ik probeer een beetje te roleren. Ik heb wel een vis gemist. Er heeft eentje gevangen, Willem tot 3 nou denk ik. Jij? Maar het is te vroeg. Alles kan nog. Maar wel chocomel. Lekker. Yo. Oh, los! Een beetje oranje.
What the fuck? Wat een ding, joh. Oei, lekker! Piel is vandaag, maar ik ben heel blij mee, want ik was de één die nog geen vis had, maar eindelijk heb ik mijn muts eer aangedaan, jongens. Gaat even terug. Tijd voor een winterbarbecue. Ik heb thuis satéetjes voorbereid. Lekkere varkenshaasjes, mee marinade en alles. Oh, lekker. Dan gaan we even wat moois van maken. Lekker zitten de satéetjes. Nou, hoe vissen we nou? We gebruiken een hoofdlijn van nylon, 20/100ste nylon. Waarom geen gevlochten lijn? Nou, gevlochten lijn neemt water op. Dus elke keer als je dat omhoog draait, het gaat bevriezen, dan wordt het wordt heel stug. Dat gaat in je oogjes zitten, dat ijs schiet niet op, dus nylon. En ook omdat je zeg maar, je lijn kan af en toe tegen de rand van het wak komen tijdens een drill. Dat gebeurt eigenlijk elke keer tijdens het drillen wel. En gevlochten lijn gaat gewoon kapot dan, het schuurt kapot en nylon niet. Dus 20/100ste nylon voorslag, of hoofdlijn. Daaraan zit een heel klein pilkertje of een lepeltje van een gram of 7, 5 tot 10 gram zeg maar. Dat lepeltje is puur om de aandacht te trekken van die vis. Dus af en toe geef je een klein beetje actie met je hengel. Nou ja, dan trek je de aandacht. En daaronder zit een onderlijntje van een centimeter of 10 tot 15. En daaraan een haakje. Ik heb toevallig nu een buzzer. Dat is een kunstvliegje zeg maar, met een oranje vlekje erop. Nog meer aandacht trekken. En daar zit een permade op. Dat is het. Heel simpel. Aanbeetjes zijn kleine tikjes en dan loopt hij weg, sla je aan. Dat is een Carolina Rig. Kijk of er nog eentje zit. Die zwarte streep, dat is mijn haas. Kijk, en nu zie je van onder zie je een signaal komen. Dat is een vis. Zie je? En nu wordt het een beetje gelig. Dus kwam het heel dichtbij. Kijk, daar komt een nieuwe vis. Er zit er eentje bij en er zit er nog eentje onder. Dus elk moment zou ik nu een aanbeet moeten kunnen krijgen. Haha, instant. Dikkere vis. Zware vis. Ik doe het rustig aan. Hoppa. Deze forel is me toch een dingetje. Hahaha, nog één. Soms kan het snel gaan. Kijk eens wat een fantastisch mooie vissen. Gaaf toch? Helemaal top. Hupsakee. Ja, hier, ik kom lekker aan mee. Hoe dan? Hey jongens, een beetje uitleg waarom vissen we nou eigenlijk met van die achterlijke korte hengeltjes. Eigenlijk het voornaamste is dat je een vrij klein gat hebt vrij voor je.
En hoe langer je hengel is, hoe meer je moeite moet doen om die lijn goed door dat gat erheen te kunnen laten krijgen. Dus met een kortere hengel kan je die vis veel beter sturen. Het enige nadeel is dat de demping wel veel directer is. Dus je moet heel rustig drillen en heel erg die klappen opvangen. Normaal doet je hengel dat, maar met deze hengels is dat een stuk minder. Dus echt even wennen, even anders, maar ach, voor een keer beter. Echt vet. We krijgen veel vis die komt kijken nou, eind van de middag. En de meeste pakken niet, maar deze wel. Lekker joh. Echt nice. Nou, het zit erop. We hebben echt een super toffe dag gehad. Dat is echt wel een unieke ervaring voor hier in Nederland, dat er zo'n ijsvloer ligt dat je gewoon kan ijsvissen. Oké. En door. Nou, het zit erop jongens. We hebben echt een super toffe dag gehad. Het is een unieke ervaring dat je in Nederland kan ijsvissen. Ik ben super blij dat we hier bij de Ronde Vleek bij hoge uitzondering mochten vissen. Nou, in ieder geval van Willem en ik was een eerste ervaring. Ik heb het al een keertje gedaan, 8 jaar geleden volgens mij. Ik hoop niet dat we nog een keer zo lang moeten wachten op een hele mooie ijsvloer. We gaan het zien. Als je deze video nou leuk vond, geef even een like, abonneer je en tot de volgende. Bye!